Julian, een van de weinige nieuwelingen voor het komende seizoen bij Kozakken Boys. De overgang heb ik in de krant gelezen, zat er al eerder in. En dit jaar toch naar Kozakken Boys. Ja, nee, zeker weten. Wat je zegt klopt. Ik heb 2 jaar geleden was ook wel interesse. Alleen omdat ik een mondeling akkoord had bij RVA, ging dat niet door. Dus dit seizoen heb ik bij RVA nog gewoon mijn uiterste best gedaan. En gelukkig kwam de interesse van Kozakken Boys weer. En zijn we daar samen uitgekomen. Ja, RVVA is voor Kozakken Boys een bekende club, een aantal jaar geleden tegen gespeeld. Hoe zie je de overstap van RVVA naar Kozakken Boys? Ik vind het sowieso allereerst een hele mooie overstap. Ik heb natuurlijk sowieso prachtige jaren gehad, ook bij RVA. Ook gepromoveerd naar de topklas als hoogtepunt. Naar Kozakken Boys is natuurlijk bekend als topclub. Aantal jaren op rij, prachtige jaren en prachtige cijfers eigenlijk weten neer te zetten. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ja, afgelopen jaren de tweede divisie een beetje gevolgd? Ja, zeker weten. Ik heb wekelijks kijk ik die samenvattingen terug. En natuurlijk nadat ik akkoord was met Kozakken Boys ook de club in de gaten blijven houden tijdens het afgelopen seizoen. Zeker. Ja, afgelopen seizoen tweede geworden. Wat verwacht je eigenlijk van het komende seizoen bij Kozakken Boys? Ja, ik hoop dat we eigenlijk de reis die eigenlijk is ingezet, dat we die kunnen continueren. En dat we nog een mooi jaar kunnen gaan maken. Met daarbij een zo hoog mogelijk prestatie. En ik weet natuurlijk wel dat als je een aantal jaren op rij zo presteert, dat andere clubs daar natuurlijk ook anders naartoe gaan kijken. Dus ik hoop dat we gewoon zo hoog mogelijk gaan eindigen en een mooi jaar van maken.